humor. Ja, kun je mij eens uitleggen wat humor voor u is? Humor is bij mij staan met een dikke en een dunne. Dat waren mijn grote voorbeelden. Smolenwerk, hè, wat ik ook doe. Maar ook de situatiehumor. Oh, en dat eindigde, nee, dat eindigde dan altijd met zo'n taarten smijten. En je kunt zeggen, maar... dat is niet plezant. Ruben, dat was onwaarschijnlijk. Dat begon Jacques, dat zo is passé, jong. Nee, dat is niet passé. Dat begon dus, de ene deed per ongeluk een taart in zijn gezicht. Hè, en de dikke, hè, die kuiste dat zo af. Dat vind je dan grappig? Jongen, en die pakt een taart en die smijt dan al in een andere. Dus dat zou je dan graag nog eens hebben, of wat? Nee. Dat vind je goede humor? Dat vind ik fantastische humor. Oh. En dan smijt hij een ander terug met een taart op de deur op een madame Margat. Nou, dus jij wilt met taarten gaan smijten? Jij wilt met taarten gaan smijten? Dat was fantastisch. Op de deur stonden 50, 60 man met taarten te smijten. Dus dat is humor voor u? En dat is humor voor u? Ja, ja. Oh, ja, maar dan zullen we met taarten gaan smijten, hè? Hoe bedoel je? Maar zo heb ik het niet bedoeld. Wat een plezier. Op mijn leeftijd.